Maar goed, ik zit in die trein en die trein die staat stil. En dan zit je in die trein, dan zit je te wachten, en u kent het wel. Die trein staat stil en dan zit je tussen allemaal van die Hollandse eikels. En die, na een tijdje doen die dan... Dus ik heb, wat is er nou? Ja, kom te laat op mijn werk. Ik zei, wees blij man, lul. He? Ja, ze hebben ook allemaal van die gelooide ambtenarenkoppen. Dat je denkt, man, je hebt ontzettend zeikerig werk, zeur niet, man. En, maar weet je, ja, wat doe ik? Ik zit ook maar wat na te denken. Ik zit ook maar na te denken over onbenullige dingen. En wat denk ik dan? Ik moet mijn huis opruimen, weet je. Dat heeft iedereen wel eens. Ik moet mijn huis opruimen. En ook echt opruimen, hè? Dus niet de stapeltjes verplaatsen. Nee, echt leegmaken. Gewoon al die ongelezen boeken, al die nooit beluisterde cd's, al die teringzooi, al die oude kranten. Huppakee, opera weer leeg. Maar hoe krijg je huis leeg? Ja, je kan een feestje geven en de zoon van Dries Roelvink uitnodigen, maar... Ja. Voor je het weet zat zijn vader in een gele zwembroek bij jou op tafel te zingen. Ja. Nee, maar ik kan ontzettend goed over onbenullige dingen denken. Bijvoorbeeld Willem-Alexander, daar kan ik heel goed over nadenken. Nou, Willem-Alexander, die kennen we allemaal. Hè? Die heeft een nieuw huis. Hè? Die heeft een nieuw vakantiehuis in Griekenland. En dat vakantiehuis, dat is vrij geestig, vind ik, ligt naast het vakantiehuis van Poetin. En nu heeft hij om zijn tuin heeft hij een heel groot hek laten plaatsen. Want hij is bang dat die Poetin op een gegeven moment de tuin inkomt en zegt, dat is mijn barbecue. Daar is hij gewoon bang voor. En zegt hij tegen Poetin, nee, dat is mijn barbecue, staat in mijn tuin. Zegt Poetin, ja, maar kan hem zien vanuit mijn tuin en is hij van mij. Laat maar. Maar goed, weet je, dat is... Nou, maar waar ik zo vaak aan denk, die mannen, het is dus ook het vakantiehuis van Poetin, die mannen vieren naar vakantie, dus die hoeven niks te doen. Kijk, als dat werk zijn, dan moeten ze tegen elkaar, hé, hey, Poetin, grote lul, hey. Ja, dat moeten ze doen. Maar als ze vrij zijn, kunnen ze gewoon niks doen, kunnen ze een biertje drinken. Misschien drinken ze ook wel een biertje. Ze hebben al een keer een biertje gedronken. Het was een van de meest gênante momenten in Sochi. Een van de ergste momenten van 2014. Dat onze koning een biertje ging drinken met die dictator. Dat was echt raar. Ik bedoel, niemand had iemand gestuurd. Obama had zijn werkster gestuurd. Angela Merkel, die had er een tuinman, geloof ik, gestuurd. Hollande alleen zijn integraal helm. Ik bedoel, niemand had iemand gestuurd. En wij waren bang voor onze exportpositie. Dus wij stuurden Rutte, de koning, de koningin en Camille Eurlings. Nou, daar neem je dat godverdomme serieus, jongens. Als dat vers geschilderde molenpaard ook mee mag, dan is er wel wat aan de hand. En die zat op de heenweg nog te googelen wat betekent KLM. Kan lang mee, dat viel tegen. Nee, maar het is toch verschrikkelijk dat wij onze koning een biertje hebben laten drinken met een dictator. Dat doe je toch. Kijk, die Maxima maakt er niks uit. Die is van huis uit gewend. Maar voor die koning kan je dat niet doen, jongen. Nee, en die koning heeft natuurlijk ook andere zorgen. Die jongen die moet nu ook weer een paar paleizen verbouwen voor 80 miljoen. Omdat zijn moeder er een teringzooi van gemaakt heeft. Ja, godverdomme, nooit even naar de Gamma, weet je wel. Nee, niet op de Brommer, want dan als ze die helm opzet, dan gaat het gapsel naar de kloten, weet je, dat gezeik. Die man die staat erover na te denken, waar doe ik het buitenkraantje? Die man heeft vlaggen. En dan staat hij in het vakantiehuis en dan kijkt hij naar buiten en ziet hij op een gegeven moment ziet hij die Poetin over het hek klimmen met een paar separatisten. Ik zeg tegen hem, wat doe je dan? Hij zegt, nou, dan bel ik meteen de rijdende rechter, dat weet ik wel. Ja, of hij springt in zijn speedboot. U weet, onze koning heeft een spoedboot, hè? Dat weet u. Onze koning heeft een spoedboot van 8 ton. Dat is heel geestig. En waarom? Omdat zijn andere buurman is Sean Connery. En heeft voor de jongeren, dat is de eerste James Bond. En daar wil hij toch een beetje indruk op maken. Hè? Ja, het is toch een kleinzoon van Prins Bernhard, zou ik maar zeggen. Er zit toch wel iets proleterigs in. Hè? Vind ik toch wel lekker om met zo'n spoedboot en zo'n lekker wijf achterin. En dan zo... op die Middellandse Zee tussen die vluchtelingenboten door... En dan weer bij een of andere kersttoespraak van de autocue gaan stamelen dat we niet allemaal selfies zijn. Nee, we moeten allemaal een spoedboot flikken toch op, dikke. Pakken. Nou, het leukste van die spoedboot is, die spoedboot, die heeft oranje stoelen. Dat is nog niet zo erg, maar die heeft hij zelf gekozen. Dat vind ik zo zielig. Dan zie ik ook hoe dat is gegaan. Dan heb ik zo'n fantasietje. Dan krijg je zo'n jachthaventje. Nou, denk maar even aan Paterswolde, weet je wel. Zo'n tochtig hoekje bij zo'n plast, wat ze, weet je. Ja, of neem je dat wel serieus? Nee, dan hoor. Is dat zo'n jachthaventje. En dan komt hij dan zijn boot ophalen. En dan staat er zo'n meneer.
En ja, er moet afgerekend worden. Dus dat gaat u pinnen, majesteit. Nee, ik heb het contant, want mijn volk heeft de aanlegstijger al betaald. En dan zegt Maxima, ja, volk is een beetje dom. En dan moet hij alleen de kleur van de stoelen nog kiezen. En dan staat zo'n man met zo'n waaier kleuren, dat beeld. En die man is natuurlijk ook nerveus, die heeft de avond ervoor geoefend op zijn vrouw. En zijn vrouw is gewoon een hele nuchtere, die zegt, haal het oranje eruit, maar je staat voor lul, Henk. Je staat voor lul. En dan zitten alle kleuren erin, behalve oranje. En wat zegt de koning? Heeft u ook oranje? En dan moet ik aan Van Persie denken. Als ik oranje hoor, moet ik Van Persie denken. Dus dan zeggen, wat heeft dat met Poetin te maken? Moet jij eens kijken hoe ik dat red. Nee, ik kom bij Van Persie. Van Persie is voor mij de man van 2014. En waarom is hij de man van 2014? Omdat hij dat geweldige doelpunt heeft gemaakt. Dat kennen we allemaal tegen de wereldkampioen. Hè? Op dat moment was Spanje de wereldkampioen. En u weet nog hoe we weggingen? We gingen naar Brazilië en de hele stemming in het land. We hadden daar niks te zoeken. Het was een café-elftal. En Louis was een lul. Louis, wat ben jij een lul? Ja, het hele land. Oh, Louis, wat ben jij een lul? Vooral die jongens van VI Oranje, weet je wel? Die dikke snor die zelf nog een voetbal deed bij Veendam, dus die weet wel waar hij het over heeft. En die Gijp, helemaal stoot van de antidepressiva. En die kieft van, hé, waar is mijn veesneus, weet je? Maakt er allemaal niet uit. Maar toen kwam Louis, en Louis is natuurlijk toch een beetje mijn held. Die kwam met een ander systeem. En daar hadden die bejaarden helemaal nooit van gehoord. Die hadden sinds Autoloze Zondag nooit meer anders over voetballen gedacht. Oh, ander systeem. En toen kwam die schitterende Amsterdamse paas van Daley Blind. En toen kwam die prachtige kopbal, die schitterende duik van Persie. Moet ik hem voordoen of zo? Ik weet wel. En die schitterende duik. En dat was natuurlijk het doelpunt. En ik denk dat we die duik, die moeten we in brons schieten. Die duik, die moeten we vereeuwigen. Daar moeten we een gravure van maken. Daar moeten we kunst van maken. Een prachtige foto. En die moeten we de Flying Dutchman noemen. Nee, dat ben ik serieus. En die moeten we sturen naar Poetin. En dan moeten we zeggen, Poetin, dit is de Flying Dutchman. En die krijg je van ons. En uit solidariteit met de slachtoffers van de MH17 doen wij in 2018 bij jou niet mee aan de WK. Lul, dat moeten we zeggen. Nee. We doen namelijk toch niet mee, maar dat hebben we het vast gezegd. We komen nog niet langs de apen van Gibraltar, man. We hebben nodig. Die postbodes uit IJsland waren te sterk. En die Hiddink die zat langs de lijn, die is helemaal de weg kwijt. Hup, Dordrecht, weet hij veel, man. En dan doen we niet mee. En dan zegt Poetin, voor jullie een ander. En dan gaat er een of ander oliestaatje meedoen. En dan laat hij Blatter bellen. Blatter ken je? Dat is de beroemdste demente van de hele wereld. Die moest een minuut stil zijn voor Mandela. Was na 11 seconden klaar. Dan verzin je dat grappig. Maar de hele wereld keek toe. Na 11 seconden, ja, mooi geweest, mooi. Die Mandela lag in zijn kist, die dacht, nou, als ze ook zo met mijn gevangenisstraf waren omgesprongen, hè? En Blatter zei later, ik wist helemaal niet dat ze naar Arjen Robben ook een eiland hadden genoemd, weet je? Dat is die verhaal. Ik zit in die trein. En ik zit na te denken. En er komt een conducteur binnen. En die conducteur zegt, mag ik de plaats bewijzen alstublieft? En die kerel praat zo bekakt, man. Ik denk, dat is helemaal geen conducteur. En ik kijk eens goed. Ik denk, dat is onze minister van Justitie. Dat is Ivo Opstelten, man. Ik zeg, hey, Ivo, je bent toch helemaal geen conducteur? Je bent Ivo Opstelten. Ze zei, ja, dat zijn ze in de vorige coupé ook al. Zal ik in de war zijn, joepie? Ik zei, ja, ik denk het wel. Ik zei, nou, dat heb ik anders nooit. Ik zit in die trein, ik zit na te denken. En ik wil spanning in mijn leven. Ik wil gewoon spanning in mijn leven. Ik ben 60, ja, je ziet het niet, maar ik ben het wel. En er is toch wel weer een beetje spanning, want ze zijn weer aan het schaatsen. Hè. Daar ben ik zo blij om, dat ze weer zijn gaan schaatsen. Eind september zijn ze begonnen en tot half mei schaatsen ze. Oh, dat vind ik zo lekker. Dat je de tv aanzet en dat je ze gewoon ziet schaatsen. Het maakt niet uit wie, maar ze schaatsen. Oh, zie je die Kramer en die Wüst en al die andere idioten erachteraan. En voor die lege tribunes, oh, ik vind dat zo spannend. En vooral als Dionne de Graaf zegt dat het heel spannend is. Dan vind ik het toch spannend. Oh, en er staan er een paar van die oranje werklozen. Die staan dan te zwaaien op de tribune. En dan zwaai ik altijd maar terug, anders vind ik het ook zielig. Oh, ik vind het zo spannend.
Oh, dan zeggen mensen, ja, maar het zijn hele belangrijke rondjes, want daarom wonnen we in Sochi alle medailles. Ik zeg, ja, we wonnen omdat er verder niemand meedeed. Het is net korfbal. We hadden zo de medailles kunnen laten uitreiken door Wilders. Er zat toch geen buitenlander tussen. Ik zit in die trein, ik zit na te denken. Ik denk opeens na over mijn kleinzoon. Ik heb een kleinzoon en die is 5 jaar oud. En mijn kleinzoon die zit in Amsterdam op een school waar ze geloven. U zult zeggen, hoezo? Waar ze geloven? Nou, die ligt vlakbij zijn huis en dan geloven wij het ook wel. En ik bracht hem laatst naar bed, een kleine mannetje. En toen zegt hij tegen mij, opa, God heeft de wereld geschapen. Ik zeg, wie zegt dat? Hij zegt, juf. Ik zeg, dan is het zo. Ja, ik denk, ik ga in die relatie niet lopen klootzakken. Echt niet. Toen kijkt hij me aan en zei, opa, wie heeft God geschapen? Wat heb je, hè, nadenken. En, zeg, ja, God was er al. Zegt hij, opa, je begint toch niet nu al te dementeren? Ik zeg, man. Ik denk, God was er al. Dan kom je daarbij. Ik zeg, ja, dat is zo. Hij zegt, dan kom je daarbij. Ik zeg, ja, miljoenen mensen zeggen dat. God was er al. Hij zegt, nou, opa, miljoenen mensen kunnen het zeggen, maar ik ben 5 en ik geloof het niet. Ik zeg, nu slapen. Ik zit in die trein, ik zit na te denken. Tegenover mij zit een vrouw. Je kent het wel, zo'n vrouw van een jaar of 50. Die een beetje zo. Ken je dat? Die ken je? Zo'n jaar of 5 met zo'n natte snor. Die zo. Ken je dat? Die zo lekker door overgang zit weg te waaien. Ken je dat? Zo. En vroeger deden vrouwen daar een beetje voorzichtig mee met die overgang. Maar tegenwoordig is het. Laat maar zien dat je in de overgang zit, hoor, meid. Laat het maar zien, het hoort bij het leven, hoor. En dat in de trein, dat ik denk, zal dit dan een spoorwegovergang zijn, weet je wel? Wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een opvlieger komen, weet je dat zo? Ja, maar weet je, dat die vrouwen zo bezig zijn met die overgang, dat komt door een documentaire die afgelopen maart op televisie is geweest. Er is een documentaire op televisie geweest en die was gemaakt door een vrouw en die ging over de overgang. Nou, niet over de overgang, die ging over haar overgang. En voordat die documentaire werd uitgezonden, kwam die mevrouw die documentaire al een beetje aankondigen op tv. Daar was iets van de buis te rammen, dat mokkel, echt waar. En dan zette hij de tv aan en of het nou bij de bejaarde van Max was of bij Pauw en Witteman, dan zaten mijn zoon en ik op de bank. En dan zei mijn zoon, papa, godverdomme, daar is die overgang, zeg ik weer. Ja. En dan ging dat mokkel zitten en zei, ja, de overgang heeft heel veel bijverschijnselen. En dan keek ik op zijn, dan zat mijn zoon al zo. Opvliegers, depressies, je drijft 's nachts je bed uit. Een goddroge poes. En dan zei mijn zoon, papa, is die poes al geweest? Dus ja. Ja, maar ze zei het, hè? Ze zei het, hè? Ze zei, ik heb een goddroge poes. En vroeger zei een vrouw dat heel voorzichtig tegen de huisarts. En zo zag dat de wachtkamer het niet kon horen, weet je wel. Dan zei ze tegen die dokter, ja, trouwens, hier beneden, Maria Kaakje. Weet je wel, zoiets. Zoiets. Doodsbang dat ze later nog door die wachtkamer moeten. Dat de wachtkamer zeggen, zo Annie, wat hoor ik nou? Goddroge poes, goddamme. Maar nu niet, man, tegen Paul Witteman. Ik heb een goddroge poes. Dat was ook het moment dat Witteman dacht, nou nok ik hem even. Ik heb een goddroge poes. Dat zei ze. En daarna kwam er nog een hele riedel achteraan. Ze had geen zin meer om te neuken. En de man wou helemaal geen seks meer met haar. En ze had gelukkig nog wel een vriend die af en toe even met de brommer door de Sahara wilde. Ja, man. Ja, maar weet je wat het probleem is? Ik ben al jaren de cabaretier die altijd na afloop, ook hier in Groningen zeker, even een biertje drinkt met het publiek. En dat vind ik ook gezellig hier beneden. Altijd leuk. Maar nu ik de leeftijd van de vrouwen zie, ik durf niet meer, jongens. Ik durf niet. Ik weet niet wat ik aan die bar moet zeggen, weet je. Hallo, gaat het een beetje? Weet je, dat soort dingen ga je zeggen. En dat worden geen geile praatjes meer, het is verschrikkelijk. Ik stond vanochtend bij een boekhandel, komt een vrouw binnen. Ik zei, ja, ik hoorde jou binnenkomen. Nou, dat soort dingen ga je. Ik zit in die trein. Ik zit na te denken over 2014. En ik moet toch nog een keer denken over mijn vriend. Met de ingelijste instapkaart. Die jongen die in het vliegtuig naar Amsterdam zat. Op het moment dat het vliegtuig naar Parijs neerstortte. Toen zat hij boven de oceaan.
En het vliegtuig uit Parijs kwam op het journaal. En zijn vrouw hier in Nederland, die zag dat. En die wist niet dat hij in een ander toestel zat. Dus die belde zijn secretaresse. En zei, hij zit toch in dat toestel in Parijs? En zijn secretaresse wist ook niet beter. En ze zei, ja, daar zit hij in. En toen heeft ze nog gebeld met de luchtvaartmaatschappij. En de luchtvaartmaatschappij zegt op dat soort momenten altijd, wij mogen op dit moment geen mededelingen doen. Wij komen morgen pas met een lijst met namen. En toen ze dat gezegd hadden, toen wist ze het zeker. En toen is ze naar huis gegaan en ze heeft iedereen gebeld, de familie, de vrienden. En die zijn allemaal gekomen en ze hebben om de grote tafel gezeten. En ze hebben zo ongegeneerd zitten janken. En ze hebben zo ongegeneerd zitten zuipen. En ze hebben ook gelachen en anekdotes verteld over hem. En ze hadden een foto van hem neergezet, weet je wel. Zo'n wintersportfoto met zo'n vaccintje erbij. En alles wat vroeger kut aan hem was, was opeens leuk. Hij ging veel vreemd, maar had wel smaak. Weet je, opeens met een dak. En wat kon hij zuipen, dat kreeg ik, godverdomme. En er werd gelachen en gedaan. Door de tranen heen. En de kinderen die zaten op de grond. En die keken elkaar aan. En die zeiden, papa. Papa. Papa komt nooit meer terug. En s'nachts om 1:30 ging opeens de sleutel in het slot. Surprise! En de hele familie schrok zich de tyfus. En iedereen begon te schreeuwen. En iedereen begon te dansen. En iedereen begon te juichen. En het kon niemand ene fuck schelen dat er op dat moment een vliegtuig naar Parijs in de oceaan lag te verzuipen. Want die kenden ze niet. Dat waren Fransen, dat waren Amerikanen, nou en. Hun vriend, hun zoon, hun broer, hun man was terug. Iedereen danste. Alleen mijn vriend danste niet. En later zei hij ook waarom. Toen ik het aan hem vroeg. Zei hij, ik kan het niet hij zei, ik kan het wel uitleggen. Het had te maken met het moment waarop ik binnenkwam. Ik kwam binnen en iedereen was blij. Iedereen begon te gillen, iedereen begon te schreeuwen. Ook mijn vrouw. Mijn vrouw was verwonderd. Mijn vrouw, die was buiten zinnen. Hij zei, maar ik ken het te goed, ik ken het te lang. Ik zag bij haar toch ook in 1/10 seconde een hele kleine teleurstelling. Ik zag het. Die had toch in die 5 uur dat ik dood was een nieuw leven zitten boetseren. Dat was gewoon duidelijk. En natuurlijk heeft ze dat later allemaal ontkend, dat kreng, maar het was zo. Hij zei, en de volgende dag ging ik naar mijn werk. En wat ik al zei, toen werd ik ontslagen. En toen is mijn vriend weggegaan en niet naar huis gegaan. En waar hij wel heen gegaan is, dat weet niemand. Mijn vriend is 5 jaar zoek geweest. Mijn vriend heeft 5 jaar niet 1 gulden gepind. Zodat hij niet te traceren was. En na 5 jaar kwam hij terug. En zei iedereen, waar was je? En zei hij, doet dat ertoe? Hij zei het niet. Hij zei het niet tegen zijn vrouw. Hij zei het niet tegen zijn kinderen, niet tegen zijn vrienden. Hij zei het zelfs niet tegen mij, terwijl ik het wist, want ik heb de hele vrouw verzonnen. Maar hij zei het niet. En toen zei ik tegen hem, je bent 5 jaar weg geweest, Lou. Wat heb je die 5 jaar nou gedaan? En toen keek ik naar hem en zei hij, niks. Ik heb helemaal niks gedaan. Net als jij. En daar heeft hij gelijk in. Maar we doen ook niks. Allemaal. Ja, we praten en we zitten. En als er echt iets gebeurt, zeggen we, ja, ik deed ook niks. Nee, is ook zo, we doen ook niks. We hebben elke avond een talkshow. Heel veel talkshows. Misschien moet ik daar ook maar mee eindigen. Eindigen met waar ik mee begonnen ben. Knevel en Van der Brink. Wat is de vraag? Daarin is iets gebeurd wat ik denk ik het ergste vind van afgelopen jaar. Bij die Knevel en Van der Brink zat een meisje. En dat meisje was een zusje van een jongen die omgekomen was bij de MH17. En toen zei Knevel tegen dat meisje, en dit verzin ik niet, hoe denk je dat je broertje eruit zag na een val van 10 kilometer?
Dat zei hij. En toen zei het meisje in de paniek: sorry, wat is de vraag? En toen herhaalde hij het. En ik zat thuis, ik denk, dit vraag je toch niet aan zo'n meisje, man, idioot. Dit vraag je aan de vader van Maxima, dat is een kenner, maar dat vraag je niet aan zo'n meisje. Ja, die moet nog wel even blijven leven, die ouwe. Godverdomme. Hij was laatst bijna dood. Ik denk, daar gaat mijn conference. Godverdomme. Ik heb tegen Willem-Alexander gezegd, je gaat daar kerstmis vieren en je houdt hem in leven, hè, pakken.